Ja, Arne, je leeft natuurlijk lang naar die start van die tweede seizoen zelf toe. En dan uh, valt die negatief uit. Is het dan lekker dat je snel weer een uh, andere wedstrijd kan spelen? Ja, zeker. Uh, omdat uh, inderdaad uh, die wedstrijd tegen Willem II een behoorlijke teleurstelling was. En dan mag je een paar dagen later in het bekertoernooi spelen. En wij in het hebben we hele mooie ervaringen mee de afgelopen jaren. Dus kijken we weer enorm uit om uh, morgen uh, in Oost te gaan spelen. Ja, ja Bijker moet voordeel is dat ze vorige week maandag hier nog uh, op de Kalverhoek speelden. Ja, hebben we ze kunnen zien. Maar goed, als ze niet hier gespeeld hadden, hadden we ze elders wel bekeken. Wij bekijken altijd onze tegenstanders. En in dit geval konden we ze hier uh, dicht bij huis zien. Wat viel je op aan die ploeg? Nou, die wedstrijd hebben we gezien. We hebben ook dus wedstrijd tegen Cambuur van ze gezien. Ja, twee verschillende gezichten. Uh... Ja, tegen Cambuur afgelopen weekend wonnen ze met 3-2. Ja, wat knap is, want Cambuur is een heel erg goed seizoen bezig. Dus uh, ja, dat, dat geeft denk ik uh, de onvoorspelbaarheid van voetbal aan. Hè? Dat je toch altijd weer hele rare uitslagen ziet. Dingen die je verwacht komen niet altijd uit. Dat gold voor ons ook een beetje. Wij hadden ook verwacht dat we een beter resultaat zouden halen tegen Willem II dan dat we gedaan hebben. En dus voor ons ook. Dus ze verloren hier van ons jongteam. En vervolgens wonnen ze van Cambuur En uh, ja, morgen gaan we zien hoe ze, hoe ze tegen ons gaan doen. Ja, is dat dan ook ene kant ook wel lekker dat je dat aan de jongens kan laten zien? Van kijk, ze winnen ook tegen Kambuur. Uh, Waar alsjeblieft voor onderschatting, zeg maar? Ja, nee. Kijk, uh, ik, ik kan ook onze wedstrijd tegen Groene Sterren even in herinnering halen. waarin uh, we tegen een derde divisieclub speelden. en het ons niet zo heel erg makkelijk afging. En ja, dat is toch wel ook iets wat we de afgelopen weken maanden wel gezien hebben. Dat op het oog makkelijke overwinningen echt niet zo makkelijk zijn geweest als dat het leek. En daar hebben we tegen Sparta zijn we hard met de neus op de feiten gedrukt, dat je ook zo een wedstrijd kunt verliezen. Wat ons tegen Groene Ster ook al bijna overkwam, doordat we er op 0-0 met 10 man kwamen te staan. Toen konden we het gelukkig nog omdraaien. Dus ik heb niet het idee dat ik die jongens dat nog eens extra moet gaan vertellen. Want dat hebben we de afgelopen weken wel ervaren dat wedstrijden, dat je, om maar aan te nemen dat je een wedstrijd wint, dat dat een hele domme en naïeve gedachte is. Jullie zijn net klaar met trainen. Hoe staat de groep erop? Goed, uh, eigenlijk is iedereen goed uit de wedstrijd gekomen. Uh, iedereen heeft ook op het trainingsveld gestaan van de jongens die, uh, die zaterdag gespeeld hebben. Dus wat dat dan gaat, uh, zijn ze allemaal fit.